Een ingestuurde vraag van Marleen. In mijn profiel staat de naam van het bedrijf waar ik nu werk en de naam van het instituut waar ik een opleiding heb gevolgd. De naam van het opleidingsinstituut wil ik hier helemaal niet vermeld hebben staan. Ik heb liever de mogelijkheid om hier bijvoorbeeld de naam van het tweede bedrijf waar ik werk te vermelden. Ook staat hier vrij gedetailleerd waar ik woon, op basis van postcode. Kan dat ook anders? Maar ik, ik ga het gewoon even laten zien. Nou, Marleen. Uh, ik pak even mijn eigen profiel. Hier zie je inderdaad uh, het bedrijf waar ik nu werk. Uh, thans, uh, Even mijn bedrijfsnamen en hier zie je mijn uh, opleiding. Dus niet de laatstgenoten opleiding, maar wel degene die ik naar voren heb gezet. En ik wil even kijken of je dat nog steeds kunt aanpassen zelf. Uh, even kijken, dat moet. Ja, hier zijn mijn opleidingen. En voorheen kon je deze volgorde aanpassen, uh, dat kan niet meer. Uh, helaas uh, dus uh, dat, dat zal ongetwijfeld terugkomen maar uh, in de vorige layout kon je deze volgorde aanpassen want je ziet deze opleiding is eerder gedaan dan die opleiding maar die heb ik wel naar boven geplaatst uh, dat kan niet meer uh, misschien komt het terug die functie uh, ik kan hem wel editen uh, maar helaas uh, het enige wat je kunt doen is al je opleidingen weghalen als je die uh, niet belangrijk vindt. Je kunt niet aangeven uh, bij welke bedrijven je nog meer werkt. Uh, niet bij het eerste stukje wat getoond wordt hier in de body. Dan had je nog een vraag over uh, de regio. Uh, dat je adres daar eigenlijk, in ieder geval je woonplaats daar staat. Die kun je zelf bepalen. Ik, ik heb hier nu bijvoorbeeld hier staan. Uh, als ik klik op edit van mijn profiel, staat hier zipcode. En dat is dan uh, de zipcode van mijn werk. Maar die kan ik ook algemeniseren naar een algemene postcodegebied van Eindhoven. En dan staat gewoon een Eindhoven Area. En dan ja, is dat iets algemener. Dan uh, zie je ook Eindhoven, Noord-Brabant. That's it. Uh, dus je, je kunt zelf aangeven waar. Ja, getoond wil worden. Maar let wel, als ik hierin zou vullen Utrecht, en mensen zoeken iemand in de regio Eindhoven, dan kom ik dus niet naar voren. Dus uh, vul hier gewoon de regio in waarin je gevonden wil worden. Uh, ja, en dat zou je ook voor kunnen kiezen of dat het uh, de zakelijke regio is waar je opereert in plaats van waar je zelf woont. Uh, dus hiermee uh, hopelijk je vraag beantwoord. Heb jij nou ook een vraag over LinkedIn? Stel hem op linkedinpro.nl en ik ga hem voor je beantwoorden. En vergeet niet om je even in te schrijven voor de nieuwsbrief van linkedinpro.nl. Danke schön.